Dagelijks blijft zich een groot aantal COVID-19 gevallen voordoen, waarvan de meeste niet tot clusters te herleiden zijn. Ferren Nanu, arts bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, BOG, legt in het volgende gesprek nadruk op de wijze van besmetting. Waarnemend directeur Rajesh Ori geeft daarnaast ook uitleg over de nieuwe COVID-19 variant, het belang van vaccinatie en het wel of niet gebruik maken van traditionele medicijnen. Als er geïnfecteerde druppels worden uitgeademd, en je bijvoorbeeld zonder mondkapje met de persoon in contact komt, geen van jullie heeft mondkapje aan, dan krijg je dus binnen die anderhalve meter, als je daar staat, dat de range close genoeg is dat je die druppels inademt via je mond, je neus of via de ogen. Het kan ook zijn dat het op je huid komt, maar als je hand niet ontsmet en je raakt je ogen en gezicht daarna aan, dan heb je ook dat je daardoor besmet kan worden. Kijk, een van de dingen ook is, als je bijvoorbeeld als je openlucht bent, dan heb je nog wat bescherming. Want voordat de druppel jou bereikt, dan heb je dus dat hij zich verspreidt en dan komt er misschien een minimale hoeveelheid virus dat eigenlijk niet relevant is. Oké, maar als je in een gesloten ruimte bent met een slechte ventilatie, bijvoorbeeld je bent in een airco-ruimte en je zit enkele uren te werken met die persoon in één ruimte, met of zonder mondkapje, dan hebben we ook gezien dat mensen daar positief worden. Dus sowieso waar je rekening mee moet houden, is besmette oppervlaktes ook. Als een besmette persoon dus hier heeft gewerkt en ik ontsmet niet voordat ik kom, of ik ontsmet documenten niet, die regelmatig worden overhandigd door die positieve, en ik ontsmet mijn handen niet, en ik ga daarna mijn ogen en mijn mond aanraken, dan heb ik dus ook hetzelfde probleem. Dus dat is het om en bij hoe het in elkaar zit. Kijk, ook in een auto. Als je zit met een persoon in een auto die positief is en hij zit naast je met gesloten ramen airco, heb je ook dezelfde slechte ventilatie die er is met een verhoogde kans op infectie. Contact tracing is dat we de personen positieve bellen, want zij zijn onze eerste die we moeten contacten. En dan gaan we hun vragen met wie ze allemaal in contact geweest zijn. En natuurlijk hoe het contact was. Want als het bijvoorbeeld met een mondkapje was, je was 2 meter afstand COVID-maatregelen, dan heeft die persoon geen risico opgelopen om besmet te raken. Dus dat vragen we goed uit, zodat we niet mensen zomaar onnodig in quarantaine hoeven te zetten. Oké, we krijgen de namen door en dan bellen we die personen zelf om te checken als het verhaal klopt van hun zijde. En als het klopt, dan zetten we ze ook in quarantaine, maar het gebeurt ook dat die positieve vergeten is, dat er misschien nog iemand was. En van die contacten krijgen we te horen, ja, maar die was er ook, die was er ook en die was er ook. Dan krijgen we dus een groter bestaan. Oké, wat er gebeurt, hebben we ook in de eerste wave gezien, is dat soms de positieve de namen niet willen doorgeven aan ons. Ze weigeren ons door te geven, want die persoon die ze hebben gezegd, dus hun contact, dat ze positief zijn, heeft tegen hun misschien gezegd van, hey, if you carmen in manga yo fasi. Begrijp je? Echt serieus, dit soort gekke dingen zien we krijgen. We hebben ook gehad bij deze wave dat werknemers positief zijn geworden. En de werkgever zegt, hey, geef geen namen door, geef geen informatie door. Anders gaat het bedrijf misschien een beetje stil liggen, want iedereen is blootgesteld geraakt. Men heeft zich niet gehouden aan de COVID-maatregelen in dat bedrijf zelf, waardoor er zoveel besmettingen zijn plaatsgevonden. En dat hebben we dus ook gehad bij bepaalde bedrijven. Dat is een van de knelpunten. Kijk, nu, wat het moeilijk maakt ook, kijk, hoe meer gevallen je hebt, hoe meer je moet gaan contact tracen. En we hebben geen oneindige put aan mankracht om ons te helpen daarmee. En het kost geld, want je moet wel te voet voor de mensen die ons helpen contact tracen kopen, vooral in het weekend. En ons personeel die we hier hebben is er maandag tot en met vrijdag. Dus weekend is natuurlijk altijd een gap. We hebben studenten die ons heel veel helpen daarmee. Er is ook een groepje van Suforsu die ons helpt in vrijwilligers. En dan moeten we wel de goed voor ze kopen. Oké, maar Suforsu krijgt het gesponsord van hun organisatie. Maar van de studenten die ons helpen, voor hun moeten we wel de goed kopen. Dus financieel is het ook zo'n strop. Begrijpt u? Dus financieel is een van de knelpunten. En ja, het aantal per dag. En natuurlijk als mensen ons niet de waarheid willen vertellen. We zien dat COVID al bijna een jaar, met 10 maanden, 11 maanden, de hele wereld in zijn baan heeft.
Als we kijken wat in andere landen gebeurt, het is Amerika, Europa, tweede golf, zoveel mensen in ziekenhuis. Het kost het land een heleboel, de economie, alles gaat eraan. Alles, ons normaal leven is helemaal ontwricht. Zolang we niet vaccineren, gaan we dit doorblijven. Want dit virus is een nieuw virus. Je moet meer dan 90% van de bevolking moet besmet of antilichamen voor hebben, voordat je dan normaal kan gaan functioneren. En er zijn twee manieren. Iedereen gaat ziek worden, maar dan ga je een heleboel doden hebben. Maar de andere manier is vaccineren, zodat een heleboel mensen een hoog percentage antilichamen hebben. Belangrijk is dat de risicofactoren worden gevaccineerd, want je begrijpt, iedereen gaat vaccineren gaat niet lukken, want het is niet alleen Suriname. Suriname is een klein land dat wil vaccineren. Alle landen willen vaccineren. En de grote landen kopen bijna alle vaccins nu op. Dus alles wat we krijgen gaan we gebruiken zodanig, er is een stappenplan met de risicogroepen, zodat de risicogroepen worden gevaccineerd, waardoor wij ernstige cases en sterfte van personen kunnen voorkomen. Wie behoort tot de risicogroepen in Suriname? De frontliners zijn de eerste risicogroepen, omdat zij dagelijks bezig zijn met positieve cases en mensen boven de 60 jaar. Traditioneel medicijnen of natuurgeneeskunde, het moet wel wetenschappelijk onderzocht zijn. We kunnen geen middelen brengen en mensen toedienen. We weten ook dat er vaker is voorgekomen, niet vaker, soms is voorgekomen, dat het fataal kan zijn voor de personen die het innemen. En wij kunnen dat niet toestaan. Als mensen dat willen doen, mogen ze dat doen, maar het is, als het verantwoord is, weet ik niet. Maar het beste is onderzoeken om te kijken dat er geen schadelijke dingen erin zijn. En als het werkt, dat moet je ook, maar om te kijken als het werkt is ook een beetje lange termijn. Gaat een tijdje duren om dat te onderzoeken. En in deze cases, kijk bij een infectie is dat lastig. Wat je zou dan moeten doen, geef ze hun traditioneel medicijn en gaan zeggen, ga kijken als je geïnfecteerd kan raken. En dat is niet te doen, dat is onethisch, dat mag je niet doen. Wat ik wil zeggen aan de samenleving, begrepen, iedereen is moe. Iedereen is COVID moe, iedereen wil normaal functioneren, iedereen wil maar nog volhouden. Het gaat nog een paar maanden duren, want we hebben geen keus. We willen onze dierbaren, vooral onze naasten, de mensen met onderliggende aandoeningen, en vooral de ouderen onder ons, willen we niet missen. Je wil COVID niet herinneren als te zijn van ik heb mijn oma of mijn tante of mijn opa verloren. Laten we proberen dat vast te houden, want we zien dat juist zijn die mensen die komen te overlijden. Is jammer. Deze mensen hoefden nog niet te overlijden. En wat nog erger is dat, wat nog jammerlijk is dat deze mensen eigenlijk niet op straat gaan. Want de mensen van boven de 80, boven de 90, ze gaan toch niet op straat. Maar ze raken wel besmet. En dat moeten we voorkomen. We moeten dat zeker voorkomen. Zorg ervoor dat jij je houdt aan de maatregelen, zodat als je thuis komt en je hebt ouderen thuis of anderen met onderliggende aandoeningen, dat zij geen extra risico oplopen. We moeten nog even volhouden. Het is moeilijk. Het is voor ieder moeilijk. Voor ons ook. Wij zijn al constant dag en nacht ermee bezig. En vermoeidheid treedt op, we moeten nog doorgaan. We kunnen het niet zo laten.